De trenzen, kreken en sloten in het district Para worden opgehaald en schoongemaakt. Dit met tussenkomst van het commissariaat Para en de ondernemer Mine van S-Mine Transport. In een vraaggesprek met het NII geven enkele actoren een uiteenzetting over dit project. Er is voor deze periode gekozen omdat we nu al in de kleine regentijd zijn beland. En om te voorkomen dat er mensen onder water lopen, want het is de kleine regentijd, zijn we dan gestart om alvast de natte infrastructuur en de wegen aan te pakken. Om te voorkomen dat gedurende de regentijd mensen onder water lopen. In feite dan heeft het geen zin. Je moet vooraf preventief te werk gaan. Dus daarmee zijn we nu bezig. Meneer Kersenhuis, wegen binnen Para, zowel de natte als de droge infrastructuur, worden aangepakt. Wat vindt u zelf daarvan? Nou, het is heel goed dat die wegen worden aangepakt. Ik vind het wel een beetje jammer dat we juist in de kleine regentijd moeten starten. Maar goed, we hebben ons uiterste best gedaan, want we hadden heel graag, de Paranen hadden heel graag, dat de wegen, vooral die wegen die allemaal, die zandwegen, latrietwegen die in deplorabele staat verkeren, dat die wegen in de droge tijd waren aangepakt. Als RR hoor je steeds van dat de wegen slecht zijn. Maar natuurlijk zijn wij ook afhankelijk van degene die het werk moeten uitvoeren. En natuurlijk hadden ze het eerder willen doen, maar door bureaucratische redenen is het dan dat ze nu eigenlijk beginnen met de werkzaamheden. Ze zijn gisteren nog de wegen gaan checken hoe en wat, maar natuurlijk komt er steeds regen. En dat materiaal wat ze op de wegen moeten zetten, kan nou niet, omdat het dan erger gaat worden dan wat het is. Dus daarom gestart met ophalen van de lozingen. En wanneer het weer een beetje weer droog is, en dan gaan we de wegen aanpakken. Wat nu is gebeurd, dat het initiatief in Para is genomen vanuit de districtscommissaris om met de aannemer te praten en alvast de natte infrastructuur aan te pakken. Daarom zijn we ook hier, dat we alvast een start hier aan geven. Want als je goed kijkt, dat is ook onze natte infrastructuur heel slecht. Als het een beetje regent, laten we zeggen het zo vandaag nog weer regenen, dat was hier al onder water. En zo ook andere plaatsen in het district. District Para is een gedecentraliseerde district. Gelden wat ze ontvangen, daarmee moeten ze kijken wat voor werkzaamheden ze kunnen uitvoeren. Wat prioriteit is, dat gaan ze uitvoeren. Zo heb je ook in dit geval, DC Jurel heeft meneer Mine gevraagd om te helpen. Ze hebben geen middelen, maar het werk moet gedaan worden voor de gemeenschap. En dan geeft DC Para, meneer Mine benzine en om die werkzaamheden te verrichten. We zullen simultaan in drie resorten, namelijk Para Oost, is waar we nu zijn, Para Zuid en Para Noord, zullen we de natte infrastructuur, als ik praat over natte infrastructuur, daar heb ik het over de wegtrenzen, de hoofdlozingen, de kreken, de kanalen. Dat alles valt onder natte infrastructuur. Die zullen we dan aanpakken. En tegelijkertijd zullen ook de wegen worden aangepakt, de zandwegen. In geheel Para worden aangepakt. En de zandwegen, dan praten we over de droge infrastructuur. S-Mine Transport gaat gratis zand geven, verschillende zandsoorten. Je hebt beeskoets, je hebt lateriet en opvulzand. Je hebt ook kraskou om de wegen te beleggen. Daarvoor gaat hij niks daarvan ontvangen. Hij heeft zijn concessie en daarvan moet hij gewoon zand gratis voor de gemeenschap leveren om de wegen rijbaar te kunnen maken. Dit moet eigenlijk in de droge periode gebeuren. Maar we zien het is nog geen grote regentijd, het is nog een kleine regentijd. En dan proberen we eigenlijk iets van te maken, zodat men niet onder water loopt. Het zal heel veel voordelen hebben. Als je nu kijkt naar die wegen, ze zijn baarslecht. En als die wegen worden gemaakt, hoeft niemand meer te klagen van mijn auto gaat leidt eronder. Wanneer het regent, heb je van die grote kuilen.
niemand gaat meer klagen, sowieso, ja. Natuurlijk zijn we blij dat de wegen heel binnenkort worden aangepakt, zodat we goede wegen hebben. Voordelen zal zijn dat de mensen niet onder water zullen lopen. En dat het water bij regentijd vrijelijk kan wegstromen. En dat de mensen heel, niet met natte voeten komen te zitten, de bewoners van de gebieden. Want al gauw zegt men, ja, pas wanneer we onder water zitten, dan pas komt de overheid in actie. Maar deze keer hebben we dan vooraf de werkzaamheden aangepakt. Als we nog door kunnen nu, dan krijgen we een situatie dat we losma of een probleem die normaal gaan scoren ding, omdat een patiënt de begaanbaar, wat je normaal rijdt. Dus we zijn heel blij dat we toch nu die start kunnen maken. De samenwerking tussen de private sector en de overheid, een pluspunt, vooral in deze regeerperiode zie je het veel. Ja? En dit is een van die voorbeelden. En wanneer de overheid een beetje laat is met het ophalen van de lozingen, de trenzen, dan springt de particuliere erbij. Ik ben blij hiermee, heel blij, zodat we dan de mensen niet in het, eigenlijk in het donker laten. Want dit is een gebied, dit is Para-Oost aan de Kokosdam. En dit is een gebied, een swampgebied, waarbij men bij de minste en geringste regenbui onder water loopt. En met dit soort acties, dan helpen we die mensen. De werkzaamheden worden door aannemer Mine Transport uitgevoerd, waarbij het commissariaat de controle heeft van de werkzaamheden. Mijn transport, zijn bijdrage wat hij gaat leveren. Hij gaat de trenzen, de goten, ophalen en de wegen gaat hij beleggen. Maar nu regent het, dus we kunnen niet beginnen met het beleggen van de wegen. Dus we gaan alvast beginnen met de trenzen ophalen. We gaan bezig zijn in geheel Para, maar vandaag zijn we gestart in Oost, Noord en Zuid. Dus Para Noord, Para Oost en Para Zuid. Met betrekking tot die natte infrastructuur kunnen we niet precies aangeven, omdat het heel veel werk is. Er zijn heel veel lozingen die moeten worden opgehaald. Maar het zal wel 2 tot 3 maanden in beslag nemen om al die lozingen in de resorten op te halen. De inbreng van S-Mine Transport, NV, we gaan machines inzetten om in de verschillende resorten in Paranoord te werken. Je hebt Paranoord, Para-Oost en Para-Zuid. En het commissariaat komt in met benzine.